Stuart Gibson. Deze man komt uit Maasland. Hij heeft de hele wereld al gezien op zijn fiets. Niet dat hij overal naartoe gefietst is, maar gewoon het vliegtuig gepakt. Hij was een aantal seizoenen in Woodward. Hij is in China geweest, in Australië. Hij kent inmiddels alles, alle BMX zoveel de wereld. Deze man is ook al aardig op wat plekjes geweest. Nicky van der Veen uit Den Haag. En Nicky die rijdt voor Vans, Monster en ProTech. En vast nog iets wat ik vergeet, maar dat maakt niet uit. Dan hebben we Ed Toro, oftewel Shannon Bloyen. Hij rijdt dit moment voor Pop Protection onder Rotterdam. En hij heeft, eigenlijk alles wat je in Nederland ongeveer kan winnen, heeft hij wel een keer gewonnen. Drievoudig Streetmasters winnaar, de Bok heeft hij op zijn naam staan. En is het trucjes. Nicky is de man zonder remmen. Toby Bonaire. No-hander over de box. En als je het trucje mooi vindt, dan mag je natuurlijk klappen. Hè? Alleen als het trucje mooi vindt. Dan moeten de jongens een mooi trucje doen. Ja, ja. Hij wilde daar iets anders doen. 73 over de box, ja. Ik zou zeggen, we beginnen rustig aan, maar dit is voor de jongens nog rustig aan. Er komt nog meer aan. Stuart, en hij wordt achtervolgd door Nicky met een barspinair. En 360 voor Stuart, barspin voor Nicky. Nicky die rijdt zonder remmen en dan zijn die barspins nog wat makkelijker. Volgend weekend gaat deze man naar Frankrijk toe, naar Montpellier, om daar deel te nemen aan de FIS. Of de FIS of de FISA. Verschillende uitspraken. Tailwhip voor Shannon. Jongens, rustig aan, hè? Niet te veel, niet te veel. Ja, opposite whip, oftewel eigenlijk switch tail whip. Hij kan ze allebei de kant op. Hij is een van de weinigen die dat kan. Ja, Nicky ook met de tail whip. En misschien dat Nicky dan nu ook kan laten zien dat hij de andere kant op kan. Dat weet ik niet. Ik weet namelijk niet of Nicky dat wel kan. Gaat ook voor de switch tail whip? Nee, hij gaat voor de Fujim stall. Ja, ja. Probeer het maar eens op je eigen fiets. Toby Bonaire. Stuart heeft weer een net iets andere stijl dan de andere twee mannen. Hij is wat meer van de tech tricks, vooral lip tricks, Toby tricks. Zoals net de barspin disaster en hier de Hurricane 5. Barspin tire tap. No-handed tire tap, ja. Technische tricks voor Stuart. Doe fakie achteruit op je fiets. En een 540 in de kooi, ja, dan moet je even wat geluid voor laten horen. Alley-oop air is dat je zeg maar de verkeerde kant op draait als waar je naartoe gaat. Je draait rechtsom en je gaat naar links. Of andersom. Tail whip in de corner. Nou handen erachteraan. Ja, daar worden mooie lijntjes gezet hier. Shannon, heb jij nog wat leuks? Dikke table, ja, hier is 1,70 meter hoog ongeveer. Dat bijna een highest air contest zou kunnen gaan maken. Maar dan ben ik de subjectieve jury, dus dan gaan ze zeggen dat het niet eerlijk was. Volgens mij gaan we zo langzaamaan naar de laatste als afsluiter kunnen laten zien. Slow-mo. Nek. Goed jam stall. Oeh, hij ging voor de no-hander air. Misschien kijk over de box lukt het hem wel. Nicky, denk je dat hij nog gaat lukken vandaag? Een keertje? No-hander air in de corner. Ja? Misschien bij de tweede demo dan. Een
Stewart, Paratap, ooh. Poef naar Taaier. Stewart, laatste hoek. Nice pick. Nou, hoe lang zullen we hem laten staan hier? En nou zonder hem. Nee, dat is alleen Mark Webb die kan dat. Tailwhip over de box. Was dat je laatste, Stewart? Ja. Applaus voor Stewart Gibson! En mag Shannon de demo afsluiten of gaat Nicky de demo afsluiten? Nicky nog een flair. En dan de publiek in. En een 180 bar spin. Nicky, was dat hem? Of heb je nog meer? En een flair, een applaus voor Nicky van der Veen. En Shannon flair dan ook nog maar een keertje. En hiermee sluiten we de demonstratie af, of niet? Moet je nog meer? Ja, Shannon, gaan we nog een drukje of...